regenachtige dag in Eibar, waar Ipurua er vrij trots van is. Maar straks slaat ongetwijfeld de vlam in de pan als hier wordt afgetrokken. Jeroen, mijn collega hier naast me en ikzelf zie het. We zitten klaar achter onze microfoons. En we gaan naar twee teams kijken die er een mooie strijd van kunnen maken. Dus dat belooft het voor vandaag, hè, Jeroen. Je hebt van die wedstrijden waarbij je vooraf het gevoel hebt dat het iets bijzonders gaat worden. En weet je, Siert, dat heb ik nu. Volgens mij wordt het geweldig. Dit is de opstelling waarmee de coach gaat beginnen. Als ze al gaan aanvallen vandaag, dan zal het veelal door het midden gaan. Want de flanken zijn behoorlijk ondermand vandaag. Of onderschat ik nou die backs? Ja, daar heb je gelijk in, Siert. Want daar ligt de ruimte voor de vleugelverdedigers. De speelwijze van het team is erop gericht om de tegenstander sneller fouten te laten maken. En zo de bal te veroveren. En ze zetten de tegenstander over het hele veld onder druk. Een speelwijze die mooi is om te zien, maar niet geheel zonder risico. Want je geeft ook veel ruimte weg. Aftrap, eerste helft. Ik ben benieuwd. Verspeelt nu de bal. Kijken hoe de scheidsrechter deze situatie aanpakt. Deze vrije trap hadden ze zich waarschijnlijk anders voorgesteld. Dat is gewoon een makkie voor de doelman. De blik naar voren en nou, misschien valt er iets te creëren. Die tackle was niet volgens de regels en dus solliciteert die speler hier naar een gele kaart. Net bleef het bij een waarschuwing, maar die is er nog weinig waard als je er geen gevolgen aan verbindt. Dus nu gewoon geel. Ja, dat was wel te verwachten, hè, voor deze speler. Nou, weer een overtreding. Nog steeds aan het dribbelen op weg naar het doel. Hier moeten ze de leiding nemen. Ja, wat een knap doelpunt is dat. Een fantastisch hulpmiddel, deze doellijntechnologie. Het is duidelijk te zien dat de bal in zijn geheel over de lijn is geweest. Ja, want anders was die goal misschien helemaal niet geteld. In eerste instantie had ik ook mijn twijfels. De score is geopend. Het is 1-0. Ja, koekoek. Hey, hij is er voorbij.
Zo, die zit ze! Wat een afstand om wat te schieten! Heeft hij een verrekijker? Nee toch? Hij raakt hoor! Wat een schot zeg om hem zo van die afstand erin te werken. Logisch dat de doelman dat niet verwacht. Is hij kwijt. Komt steeds iets verder. De aanval loopt dood als de bal bij de tegenstander belandt. Over de vleugel. Daar ligt de ruimte. Mooi trucje. Ze speelt hem door de benen. Nee, die wordt alsnog afgestopt. Goed rugdekking gegeven door een collega. Misschien valt hier iets te creëren. Daar is ondersteuning van het teamgenoot. Ik denk, nou, dan weet ik wel zeker, dat die paas wat later gegeven had moeten worden. Ja, want nu is het buitenspel en volgens mij was dat niet echt nodig. Ja, dat doet hij goed. Nog steeds in aanval. De verdediger steekt er een stokje voor. Hij schiet. Het schot is niet echt een spectaculaire redding nodig. Ja, gevaarlijke steekbal. Ja, kijk, zo is het weer een wedstrijd. Kunnen ze nog langs zij komen? Het begint natuurlijk allemaal met een steekpaas die tot in de perfectie wordt uitgevoerd. Juiste richting. Juiste snelheid. Wat een mooie actie zeg van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Het verschil is minimaal. Het staat 2-1. Na die tackle is hij de bal kwijt. Ja, hij worstelt zich los. 3 doelpunten en dus een hat-trick. Schitterende prestatie. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt.
We trappen weer af met een stand van 3-1. We telden 3 minuten bij. Ze hebben hem nog niet kunnen afstoppen hier. Een grote kans hoor. En weer raak, raak, raak. Wat het verschil bedraagt nu. 3 treffers. Wat een wilde. Dit soort solo's zijn toch altijd heel fijn om terug te kijken. Hè? Het moet je nou toch eens zien. Wat een klasse. En er is niemand die echt kan ingrijpen. Met uiteindelijk de afronding. Het is in elk opzicht schitterend. De wedstrijd is al in de eerste helft beslist, lijkt me. Kijk eens naar die voorsprong. De scheidsrechter fluit af. Tijd voor een lekker bakje thee. Deze speler zit lekker in de wedstrijd, hoor. Hij speelt gewoon een puikenwedstrijd. De verdedigers krijgen maar geen vat op hem. Hij is gewoon ongrijpbaar vandaag. Tweede helft, zojuist begonnen. Hier in Ipurua. Heel gemakkelijk onderschept die bal. Goeie ingreep. En dat wordt een inworp voor de tegenstander. Bennett. Ze mogen een inworp nemen. Nog steeds aan het dribbelen op weg naar het doel. Maar ze kunnen het gevaar op tijd keren. Ik zie hier mogelijkheden voor een counter. Zien zij ze ook? De counter leek gevaarlijk, maar het eindigt niet zoals ze voor ogen hadden. Carlos Mané. Fraaie hoge pas. Bal vast in de hand. Hij stoomt verderop. Nee, zo niet. Die aanval krijgt geen vervolg. Een overtreding. En dat kon nog wel eens een gevaarlijke vrije trap worden. Esta es una llamada para los padres de Clara y Mateo. Nuestros hijos os están esperando en recepción. Ja, en dan is hij er langs. Komt er het doelpunt aan? Hij had de supporters graag getrakteerd op het doelpunt. Was om vroeger, maar ja, zo gaat het niet. Nee, zo gaat het zeker niet. Hij raakt de bal echt totaal verkeerd.
Carlos Mané. Ja, zo'n sliding moet je natuurlijk bestraffen. Gewoon gevaarlijk. Dat zou wel een schil kunnen zijn. Eerder waarschuwde de scheidsrechter deze speler al, maar nu vindt ze het welletjes. Ja, zie het. Ze had het eerder al aangegeven. De volgende keer is het raak en dan moet je de daad bij het woord voegen. Er zat niets anders op. Oh, en onder zware druk. Ze roepen het over zichzelf af. Lekker geraakt die bal. Haha, niet op doel. Hoewel, het scheelt weinig. Nog een keer kijken naar die situatie. Die actie waar deze speler geel voor kreeg. Prima gezien door de scheidsrechter. Statistieken liggen niet, Siert. Deze wedstrijd zou wel eens een heel beschamende afloop kunnen krijgen. Moet je nou toch kijken, die verdediging. Die geeft de ene naar de andere kans weg. Hij is er de bal gezet. Nog 20 minuten reguliere speeltijd resterend. Hij heeft toch behoorlijk veel last hoor. Kijk maar. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. De keeper heeft hem. Richting de goal daar. Ah nee, ze zijn de bal alweer kwijt. De aanval is ten einde. Hij heeft echt last hoor van die blessure. De steekpaas, hoog gegeven, gevaarlijk. De vlag gaat omhoog en ja, de aanval stopt hier. Ja, die paas komt gewoon te laat. De beweging werd op het juiste moment ingezet. De actie was prima, maar dan is er wat twijfel bij de speler die de paas moet geven. Ja, hij heeft de bal nog wel, maar hij lijkt geblesseerd. Maar er komt hulp aan. Maar voordat het echt gevaarlijk wordt, is de bal alweer bij de tegenstander. Er ligt de ruimte. Voor een counter. Nee, ze slagen er niet in die counter af te maken. We hebben nog 9 minuten te gaan. Hij laat de verdediger achter zich. De verdediger zorgt ervoor dat er geen voorzet komt. Goed gedaan. Uitstekende mogelijkheid. Goed gedaan van die doelman. Dan wordt het nu tijd voor een wissel. Bal komt voor in het 16 meter gebied. Daar komt een tegenstander tussen. Deze paas kan onderscheppen. Carlos Mané. Mooie positie om de bal te heroveren. Bal gaat uit, inworp. De voorzet komt met de tegenstander. Die moet hij opruimen. Met de bal over de flank. Daar ligt ruimte. Van dichtbij. Achteroverleunen. Niet dreigend, maar nu alles onder controle. Weet hij goed onderscheppen, goed opgesteld. En dat was het dan weer voor vandaag.
bezoekers winnen de wedstrijd. Ze hebben de wedstrijd gedomineerd. Ze waren eigenlijk oppermachtig en hebben dat omgezet in een afgetekende overwinning. Wat jammer dat ze een geweldige spel vandaag niet de doorslag gaf. En dat ze dan toch die wedstrijd nog verliezen. Dit gebeurt natuurlijk niet elke dag, hè? Dat je een hattrick maakt. Deze speler was zo ijzingwekkend cool.